Welkom bij Avontuur van de Giro. Ik ben Seppe. En ik ben Anke. En wij gaan je vandaag laten zien hoe je een seniortent opzet. Voor deze tent heb je 3 personen nodig. Hiervoor hebben we ook 2 grondzeilen, 3 spanden, een tentzeilte, 6 gordingen en een pikettenzak nodig. De beste plaats om je tent op te zetten is op een vlak terrein. Je moet ervoor zorgen dat het niet het laagste punt is. Zorg ook dat er geen bomen rondstaan, voor als het onweert. Om een senior op te zetten, wordt er gestart met het geraamte. Tussen de eerste 2 spanten moeten er 3 gordingen geplaatst worden op de voorziene plaatsen. Daarna verbind je de 3e spant met de overige 3 gordingen aan het geraamte. Vervolgens wordt de tentzeil uit de zak gehaald en mag deze opengeplooid worden naast het geraamte. Zo kan je gemakkelijk het zeil langs de lange zijde van het geraamte trekken. Het spreekt voor zich dat de binnenkant van het zeil naar onder is gericht. De buitenkant is gemarkeerd met zwarte letters en bevat ook de flappen van de vensters. Zorg dat het zeil mooi strak op de juiste plaats ligt en steek de pinnen door de ringen van het tentzeil bovenaan en aan de zijkanten. Nu kan de eerste zijde van de tent rechtgezet worden. Plooi met 3 personen, 1 per spant, gelijktijdig de staanders van de spanten aan 1 zijde van de tent open. Doe daarna hetzelfde voor de andere zijde. Let erop dat de ringen van het tentzeil over de pinnen blijven liggen en dat het zeil niet tussen de scharnieren van de spanten knelt. De riemen van het zeil moeten vastgemaakt worden aan elke voet van de spanten en ook rond de gordingen. Zorg dat de riemen niet verdraaid vastgemaakt worden. Een volgende stap is om het zeil te sluiten aan elke hoek van de tent. Met de koorden uit de pikettenzak worden de zijden aan elkaar geweven. Met de niet geknoopte uiteinden van het touw wordt er gestart bovenaan aan de binnenzijde van de tent. Het touw steek je telkens door de 2 overlappende gaten van beide flappen. Daarna wordt het touw via het gat eronder terug naar binnen gestoken en wordt er van de buitenkant terug naar de binnenkant gegaan. Dit patroon moet nu herhaald worden tot beneden. Eenmaal beneden kan het touw nog eens extra doorgetrokken worden, zodat het goed aanspant. Als je op het einde bent gekomen, steek je het touw door de voet van de spant en knoop je het vast. De stap die nu volgt is belangrijk. Sluit de deuren van de senior volledig. Plaats de palen eventueel naar binnen, zodat het sluiten gemakkelijker verloopt. Kijk vervolgens na of alles recht staat. Wanneer dit het geval is, kan je de vensterplaten in de opening schuiven. Als laatste wordt de tent verankerd in de grond. Sla eerst een piket in elk van de spantvoeten. Span daarna de lussen van het tentzeil langs buiten in de grond. Deze piket wordt best schuin in de grond gehamerd en met de vlakke zijde richting de tent. Zo is het piket maximaal verankerd in de grond. Ziezo, de senior staat nu volledig opgezet. Dit was het voor ons, nu is het aan jullie.